haat jullie allemaal. Dit haar eraf te halen. Geloof me. Hallo lieve mensen. Op heel veel veler verzoek gaan wij de video maken waarin jullie en ik de dag van Max bepalen via Instagram polls. Verklaar meteen waarom ik zo enthousiast kijk. Ik ga mijn inner sadist uit de kast halen. Denk en... niet dat je daar heel veel moeite voor hoeft te doen. Die is best wel aan de oppervlakte. En ik ga jullie steeds twee keuzes voorschotelen via Instagram. Als je dit kijkt, heb ik dit natuurlijk al gedaan. Ja, even een stukje tijdsduiding. Ja. Ja. En dan mogen jullie kiezen wat wij gaan doen vandaag. De wereld is onze oester. Alles staat open. We kunnen alle kanten op. En ik heb er zin in. Heb jij er zin in? De wereld is onze oester en alles staat open. Oh ja, joh. Tuurlijk heb ik er geen zin in. Nee? Nee. Oké, de allereerste vraag is of we gaan meekijken als Max gaat douchen. En er is unaniem besloten dat we dat allemaal gatverdamme vinden. I gotta be honest. I'm a little hurt. We willen het niet zien, Max. Max denkt, als we het niet zien willen, dan moeten we het maar horen. Ik vind dat ik wel mag kiezen welke outfit Max aan moet vandaag. Dus ik ga eens even loeren in zijn kast. Of misschien wel mijn kast. Dit is optie 1 geworden. Helemaal camouflage print. Als een echte idioot. En dit is optie 2. Een joggingsbroek met een net fluwelen jasje. Wat een mooie jongen. Zie je mij überhaupt wel staan dan? Kijk, ik heb ook nog een cadeautje voor je. Voor extra ridiculousness. Yes. Ik heb weer een vraag gesteld. Namelijk, wij gaan in de auto stappen en moeten wij naar het zuiden of het noorden? En het ziet er naar uit dat wij naar het zuidelijke gezelligheid moeten. Oké, ik heb bedacht dat Max goede daden moet gaan doen vandaag. Dus we zijn hier bij de Starbucks om koffie te drinken, want Max wil natuurlijk heel veel koffie. Dus ik heb gevraagd. 4 koppen zelf atten of moet hij er 4 weggeven? En wederom unanieme beslissing. Je mag lekker kopjes koffie gaan uitdelen. Als jullie het goed vinden, zou ik jullie graag al 4 koppen gaan geven. De andere 4 mensen zijn er betaald. Proost! Nou, hoe voelde dat nou, Max, om even een goede daad te doen en gewoon even gezellig een kopje koffie voor iemand te kopen? Het was heel suf, maar het voelde best wel leuk. Ja? Mensen waren heel blij ermee. Ja. Heel blij verrast. Daarna rennen ze ook meteen weg met ja, hun... Ja, dan was het ook koffie rennen voordat hij hem terug wil. Ja. Voordat het allemaal niet echt is. Nee, maar ze waren echt heel blij. Ja. Vaker doen? Echt niet. Weet je hoe duur, gek? We zijn in... Utrecht. Oké. Ik had dus een vet goed evil plan. Want ik denk... Max kan wel wat persoonlijke verzorging gebruiken. Deze klauwtjes zien er echt niet uit. Maar leuker is nog om dit haar eraf te halen. Dit haar is prima. Ik heb Max nog nooit zonder haar gezien, maar Max denkt dat het hem wel staat. Maar goed, ik denk, jullie gaan allemaal kiezen voor kopkaal. En nee, gewoon manicure. Dus ik vind nu... ook dat ik even tijd heb voor het self-care. Ze gunnen jou dan gewoon. Maar dat is toch veel te aardig? Dat vind ik ook. Valt me alles mee. Oké, nou. Dan moeten we nog wel een plek vinden waar dat kan die ons ook toestaat dat we daar gaan filmen. En die jouw klauwen aan kunnen. Ja, want ik heb geklust het hele weekend. Dus ze zijn echt pikzwart. Het is echt smerig. Het is echt niet best. Waar zijn we? Dat vraag ik me ook een beetje af. Als het goed is moeten we hier boven daar in dat enge gangetje moeten we zijn. Dus we gaan daarmee. Het kan niet veel goeds beloven. Het ziet er echt wel helemaal professioneel uit. Ja. We hebben een plekje gevonden waar ze wel die nagels van Max aan durven. Het is van je allereerste manicure. Ik zie hoe ongemakkelijk je bent. Het is echt tragisch. Heb ik het op deze planeet gered zonder manicure en nu zit ik hier. Max, ben je al aan het ontspannen?
gewoon best wel leuk vind. Ik ben heel gespannen dan. Ja. Gewoon de dingen doen vandaag die ik wel leuk vind. En dan komt nu mijn favoriete onderdeel van de dag. Jam, jam, jam. Kaassoufflé'tje. Nog een kaassoufflé'tje. Ik haat jullie allemaal. Wel beter dan die aloe vera. Vera met plantaardige glycerine. Maak daar een pasta van. God, ja, sorry. We zouden een grapje, maar die is echt. Wat doe je? Echt niet. Oh. Lekker op dit. Oké, ik heb iets heel leuks bedacht, vind ik zelf. Want ik dacht, Max mag wel nog wel meer terug doen aan voor de mensheid. Dus ik heb nu bedacht dat hij of een klusje moet doen of een gitaarles moet geven aan iemand. Jullie hebben gestemd op klusje doen. We hebben iemand gevonden via Instagram. Of nou ja, we hebben heel veel mensen gevonden via Instagram. Want jullie wilden nogal graag Max een klusje laten doen. Maar we zijn nu bij een meisje waar we het studentenhuis van gaan, ja, ik weet het niet, koken, opknappen. Het studentenhuis koken. Ze staat in ieder geval lekker in de regen te wachten. Ja, hè? Precies. Oké, laten we naar buiten gaan. Waar heb je me dan mee naartoe genomen? Een soort enge Oost-Duitse bunker dit. Hallo. Hallo. Ik ben Manon, ik ben student en ze wilde een leuk klusje doen, een leuke taart voor Max, die moet natuurlijk een beetje tijd hebben na. Ja, ik dacht, ik help even mee. Typische luie student, ik dacht, oh handig. Ja, nee, precies. Het wordt wat zo meteen. Ja, ja, succes alvast. Wauw, het is wel echt tof, hé. Hey. En dit was dus een oud schoolgebouw. Ja. Oh, dit is mijn deur. Super vet. Dit is jouw deur. Ja. Heb je opgeruimd? Toevallig had ik echt net opgeruimd. Ja, toevallig. Heftig wel. Nou, ik vind vooral de dode muis die boven de keuken hangt. Dat is meer een probleem dan dat is niet heel erg smaak. Oké, we hebben iets bedacht. We gaan pannenkoeken maken voor het hele huis. Nou, we? Max alleen. Handen uit de mouwtjes. Ja, daar zijn we al. Ik weet helemaal niet hoe je pannenkoeken moet maken. Jongen, kom op zeg. Ik weet toch helemaal niks. Ga aan de slag. Ja, oké, ik zoek het wel uit. Dan mag je al deze mensen zo verblijden met... heerlijke pannenkoeken van Max. Is dat nou niet een goed klusje? Zou het worden, denk je dat? Ja. Tuurlijk. Bij gebrek aan maatbeker heb ik de fles wijn. Die is 0,75. Ik heb 0,7 nodig. Het is alsof je een kleuter aan het leren bent koken. Ongelooflijk. Oké. Daar komt hij, hè? Spectaculaire flip van Max. Woe! Maar we hebben er niks aan. Oh. Kijk eens even. Ik ben hier niet. Dit zijn je dingen die als laatste ook over had. Ik wou het zeggen. God, kan. Manon, ben je tevreden met je klus die gedaan is? Ik draag bij deze draag. Mag dat? Ja hoor. Dan kan ik wel met 3 dagen eten. Oh. Je hoeft niet aardig te zijn om zijn gevoelens te besparen hoor. Ja, lekker. Nou, blij dat ik iets zinnigs heb bijgedragen. Alsjeblieft. Dankjewel. Tot ziens. Oké. Het is avond, we zijn moe. Ik wou zeggen, het valt me een beetje tegen hoe laat het is en wat we allemaal nog moeten. Ja, ik heb dus net bedacht dat ik wel het leuk vind om onze gang te schilderen. En nu heb ik iedereen 2 keuzes gegeven. Moeten wij de gang roze schilderen of goud? Want het is natuurlijk niet dat we Max het leuk gaan maken voor de kleur. Dus, heb je er zin in, Max? Ik heb er zin in. Hallo! Oké, het is 9 uur 's avonds inmiddels en Max heeft super veel zin om nu nog een muur te verven in huis. Maar wat voor kleur is het geworden? Laten we het gaan uitzoeken. En de winnende kleur is... De kleur die eigenlijk gewonnen heeft is goud. Maar het is een beetje bronzig uitgeslagen. Ja, net zoals Donald Trump een beetje bronzig is uitgeslagen. Ja, precies. Maar... Ik... Slightly different? Ja. Oké, we gaan zien wat het wordt. Succes! Max, ik heb er echt helemaal niks mee te maken en ik kan er echt helemaal niks aan doen. Maar je moet chocola voor me halen. Sorry, het is echt niet mijn schuld. Ik ben, godverdomme, in het midden van de nacht ben ik je...
Gaan we naar het schilderen? Nee, het is 9:50. De appie is nog 10 minuten open. Kom op. Topdag dit. A few moments later. Not too shabby for Rachel. It's not too shabby for Rachel. Wow. Nu mag je slapen, Maxi. Nou, ik hoop dat ik jullie heb geïnspireerd om ook weer eens een goede daad te doen. Iets leuks voor een ander. Ook al moet je je partner daarvoor misbruiken. Ik vond het heel grappig om te zien dat jullie af en toe echt iets anders kozen dan wat ik had verwacht. Maar oké, al met al hebben nu de studenten wat te eten, de hardwerkende forensen een lekker kopje koffie, Max heeft mooie nagels en ik heb een mooie gang, denk ik. Eind goed, al goed.